Eindexamen Natuurkunde VWO 2014. We zijn aanbeland bij opgave 5. En opgave 5 heeft als onderwerp onderzoek aan beta-minstraling. Opgave 5 bestaat uit 6 vragen. En de eerste van de 6 vragen gaat over een bepaalde bron. Een bron met fosfor 32. En daarvan wordt de activiteit gemeten. En de vraag is: bereken de tijd tussen het maken van de bron en het moment dat het onderzoek heeft plaatsgevonden. Dus hoe oud is de bron? En zo'n vraag heb je wel eens vaker gehad. En daarbij ging je vaak te werk met deze formule. De activiteit op een bepaald tijdstip is gelijk aan de activiteit op t is 0. Maal een bepaalde factor, namelijk half tot de macht t delen door de halveringstijd van die stof. Het grote probleem van deze vraag is dat we wel de activiteit weten op het bepaalde tijdstip, maar niet de beginactiviteit. Dan hebben we altijd nog een tweede kaart die we kunnen leggen, namelijk we kunnen ook altijd uitrekenen wat de activiteit is als we weten hoeveel van die stof we hebben. En dat is met deze formule. En met deze formule zouden we ook de activiteit op tijdstip t is 0 kunnen uitrekenen. Dan moeten we weten hoeveel atomen hebben we op tijdstip t is 0. Nou, dat is ook niet gegeven, maar die kunnen we wel uitrekenen, want we weten hoeveel stof we hebben. Dus het aantal deeltjes op tijdstip 0 is gelijk aan de massa van de bron delen door de massa van één deeltje. En die weten we allebei wel. Dus de aanpak is nu duidelijk. We gaan eerst deze uitrekenen. Als we die N0 weten, dan vullen we die hier in. En gebruiken we dat om de activiteit op tijdstip t is 0 uit te rekenen. En als we die activiteit weten, dan gaan we dat hier invullen. En dan kunnen we uiteindelijk de onbekende tijd t uitrekenen. Dat is dan de enige onbekende. Nou, beginnen we met de onderste formule. We hebben 1 gram van de stof. Natuurlijk in kilogrammen opschrijven. En hoe zwaar is 1 deeltje? Dan moeten we de atoommassa even opzoeken en die vermenigvuldigen met 1,66 × 10²⁷, de massa van 1 U. En als we dat uitrekenen en we delen het op elkaar, dan komen we erachter dat we zoveel deeltjes hebben op tijdstip t is 0. Nu kunnen we activiteit uitrekenen op tijdstip t is 0. Want we weten alles achter de streep. ln2, dat is natuurlijk gewoon een vast getal. De halveringstijd kunnen we opzoeken. Die is 14,3 dagen. Natuurlijk moeten we dat hier wel in seconden invullen. Dus maal 3600 maal 24. En het aantal deeltjes hebben we net uitgerekend. 1,88 × 10²² deeltjes. En daar komt uit een activiteit van 1,05 × 10²⁙ becquerel. Dat is dus de activiteit op tijdstip t is 0. Nou, die kunnen we hier bovenin gaan vullen. En dan krijgen we dat at delen door a0. Oftewel, we moeten even kijken wat de activiteit was op het tijdstip. Dat is 2,5 × 10²⁰. Delen door 1,05 × 10²⁙. Moet gelijk zijn aan 1/2 × 10²⁰ t delen door halveringstijd. Waarbij de halveringstijd gelijk is, hebben we net ook al gebruikt, aan 14,3 dagen. Nou, dit kunnen we uitrekenen en als je dat netjes uitrekent, dan volgt hieruit een waarde voor t van 1,7 × 10²² dagen. Opgave 18. Opgave 18 gaat ook over de bron, dezelfde bron als bij opgave 17, fosfor 32. Die bron zendt beta-mindeeltjes uit en die bron zit ingekapseld in de metalen buitenkant. En daarmee wordt eigenlijk die bron afgeschermd voor de buitenwereld.
Er zit een klein gaatje in. Door het kleine gaatje kunnen nog beta-mindeeltjes ontsnappen. Alle andere beta-mindeeltjes die blijven in die omkapping vastzitten. Wat gaat er nu gebeuren als er beta-mindeeltjes door het gaatje wegschieten? Beta-mindeeltjes hebben een lading, een negatieve lading. Het zijn eigenlijk gewoon elektronen. En als er dus elektronen wegschieten door dat gat, dan zal die hele bron met omkapping erbij, die zal een negatieve lading krijgen. Nu is die bron geaard door middel van een draadje verbonden met de aarde. En als die bron een negatieve lading dreigt te krijgen, dan zal die dat tekort aan elektronen wat hij heeft uit de aarde gaan trekken. Dus er gaan elektronen lopen van de aarde naar die bron toe om het tekort aan elektronen die wegschieten door dat gat tegen te gaan. Je krijgt er dus een stroom lopen. En de grootte van die stroom is gegeven, die is 0,015 microampère. De vraag is, kunnen we met deze gegevens achterhalen hoeveel procent van de elektronen die vrijkomen door het gat vertrekken en hoeveel procent er worden geabsorbeerd of vastblijven in die bron? Nou, daar hebben we natuurlijk ook nodig het aantal elektronen dat per seconde wordt gemaakt. En dat is de activiteit. En die hadden we net ook al gebruikt. Dat zijn 2,5 van 10 de macht min 12 elektronen per seconde. Zoveel worden er gemaakt. En we kunnen ook uitrekenen hoeveel elektronen er per seconde worden aangevoerd door het draadje. Want 1 ampère is namelijk niks anders dan 1 coulomb per seconde. Die wordt aangevoerd. Nu wordt er 0,015 x 10 min 6 ampère aangevoerd. Dus zoveel coulomb komt er elke seconde door dat draadje. We kunnen vrij eenvoudig uitrekenen hoeveel elektronen we dan hebben per seconde. En dat doen we door 0,015 x 10 min 6 te delen door de lading van 1 elektron. En dat is 1,602 x 10 min 19. Als we dat uitrekenen, dan komt er uit 9,38 maal 10 tot de macht 10 elektronen per seconde. Zoveel lopen er door het draadje en die heb je dus nodig om dat tekort op te vangen. Dus ook zoveel beta-mindeeltjes schieten er per seconde door het gat in het omhulsel van de bron, schieten die weg. Nou zijn we er bijna, dan moeten we alleen even uitrekenen hoeveel procent is dat van het totaal. 9,38 maal 10 tot de macht 10 deeltjes schieten er door het gat. Per seconde komen er zoveel deeltjes vrij. Ik kan uitrekenen hoeveel procent dat is van het totaal. En dat komt uit 3,8%. Dus de conclusie is 3,8% van alle beta-mindeeltjes die geproduceerd worden door de bron, schieten door het gat naar buiten. En de rest, ongeveer 96%, blijft in het metalen omhulsel zitten. Vraag 19. Bij vraag 19 kijken we van nog iets verder weg naar de bron. En de vraag is, geef aan in de figuur met pijlen in welke richting de stroom loopt, in welke richting er een Lorentzkracht werkt op die elektronen, want er is sprake van een magnetisch veld, en in welke richting er een elektrische kracht staat, want er wordt bijgezegd, de elektronen bewegen zich in een rechte lijn van bron naar detector. Nou, laten we eens beginnen met het begin. De elektronen stromen van links naar rechts. Elektronen hebben negatieve lading. We hebben afgesproken dat de stroom altijd net is alsof je met positieve ladingen te maken hebt. Dus als de mindeeltjes van links naar rechts bewegen, dan staat de stroomrichting juist van rechts naar links. Deze kant op. We hebben te maken met een magnetisch veld. Het magnetisch veld staat papier in. De stroom staat van rechts naar links. En we willen een Lorentzkracht achterhalen. Ja, dat kunnen we met de linkerhandregel. En de linkerhandregel zegt dat je je vingers in de richting van de stroom moet houden. Je moet de veldlijnen opvangen. En dan de gestrekte duim bekijken. En de gestrekte duim geeft de richting van de Lorentzkracht aan. En die staat in ons geval naar beneden. F Lorentz. Nu bewegen de deeltjes niet naar beneden, want als de Lorentzkracht de enige kracht zou zijn, dan zouden ze een cirkelbeweging gaan maken. Ze bewegen in een rechte lijn. Nou, dat kan alleen maar als er nog een kracht is die die Lorentzkracht precies opheft.
En die kracht wordt eigenlijk al genoemd in de tekst, dat is de elektrische kracht. Dus er moet een elektrische kracht naar boven staan. Die elektrische kracht die werkt op een mindeeltje. Want we hebben nog steeds te maken met elektronen. Als de elektronen naar boven worden aangetrokken, dan wil dat zeggen dat we hierboven een plusplaat moeten hebben en hieronder een minplaat. Want dan worden de elektronen van beneden van de onderste plaat naar boven weggeduwd en door de bovenste plaat aangetrokken. En we hebben nu alle opdrachten voor opdracht 19 gedaan. We hebben aangegeven de richting van de stroom, de richting van de Lorentzkracht, de richting van de elektrische kracht. En we hebben ook aangegeven welke van de twee platen positief geladen moet zijn en welke van de twee platen negatief geladen moet zijn. Opdracht 20 gaat over dezelfde situatie. Een elektron of elektronen bewegen zich tussen twee platen in een rechte lijn. En dat kan alleen als er zowel een Lorentzkracht als een elektrische kracht op ze werken die elkaar precies opheffen. En de vraag bij opdracht 20 is dat we moeten gaan goochelen met wat formules en we moeten uit de ene formule een andere formule zien te halen. En we krijgen er één cadeau, dat is die namelijk van de elektrische veldsterkte. En de elektrische veldsterkte, de grootte daarvan is altijd gelijk aan het spanningsverschil tussen de twee platen, delen door de afstand tussen de twee platen. Wij moeten uiteindelijk gaan aantonen dat er een relatie bestaat die aangeeft hoe groot de spanning moet zijn tussen die twee platen, het magnetisch veld en de afstand tussen die twee platen, zodat een elektron in een rechte lijn gaat bewegen. Nou, wat moeten we daarbij stellen? Als hij in een rechte lijn beweegt, dan moet de elektrische kracht even groot zijn, maar tegengesteld gericht, als de Lorentzkracht. Van beide krachten hebben we formule. Elektrische kracht is Q maal het elektrische veldsterkte en Lorentzkracht is B maal Q maal de snelheid V. Kunnen we hier meteen iets wegstrepen? Die Q valt links en rechts weg. In plaats van die elektrische veldsterkte E aan de linkerkant ga ik U gedeeld door D schrijven, want dat is immers gelijk. U gedeeld door D is B maal V. Nou, dan kijken we even naar rechts, naar de formule waar we uit moeten komen. We zijn natuurlijk al bijna links en rechts even delen door B, de magnetische inductie. En dan krijg ik U delen door B maal D is gelijk aan de snelheid V. En we hebben aangetoond wat we moeten aantonen. Opgave 21. De elektronen uit de bron, uit de fosforbron, die hebben niet allemaal dezelfde snelheid. En er is een student, Harald, die gaat kijken hoe die snelheid verdeeld is. En die verdeling van die snelheid is gegeven in figuur 3. En je ziet dat hoewel niet alle elektronen met dezelfde snelheid zich bewegen, er wel een bepaalde piek is waar de meeste elektronen zich bevinden. De snelheid die de meeste elektronen hebben. En die piek die ligt ergens rond de 275 maal 10 tot de macht 6 meter per seconde. Die Harald die zoekt op wat de energie is van zo'n elektron als het vrijkomt tijdens de vervalreactie. En die blijkt 1,72 mega elektronvolt te zijn. En Harald die denkt nu dat al deze energie in de vorm van kinetische energie meegegeven wordt aan het deeltje. De opdracht bij vraag 21 is om aan te tonen met een berekening dat dat niet correct is, dat dat blijkbaar niet klopt. Dus we moeten de kinetische energie gaan uitrekenen van een elektron met de meest voorkomende snelheid en aantonen dat dat niet gelijk is aan 1,72 mega elektronvolt. Nou, dat kunnen we gewoon invullen, want we hebben de snelheid net afgelezen. De massa moeten we even opzoeken. De massa van een elektron is 9,11 van 10 tot de min 31 kilogram. De snelheid was 2,75 maal 10 tot de macht 8 meter per seconde in het kwadraat. En als je dat uitrekent, dan krijg je een waarde van 3,44 maal 10 tot de macht min 14 joule. Dit moeten we nog even omrekenen naar mega elektronvolts en dan kunnen we een conclusie trekken. Ja, hoe gaan we naar mega elektronvolts? Dan moeten we dit getal, 3,44 maal 10 tot de macht min 14, delen
door het aantal joule dat in 1 mega-elektronvolt zit. En dat is 1,602 maal 10 tot de macht min 13. En als je dat uitrekent, komt er uit 0,21 mega-elektronvolt. En dat is natuurlijk niet gelijk aan die 1,72 mega-elektronvolt die het zou moeten zijn. Dus we hebben aangetoond dat dit niet klopt. De energie is niet gelijk aan de kinetische energie die hoort bij de meest voorkomende snelheid van het elektron. Vraag 22. In het verhaaltje voor vraag 22 wordt gezegd dat er een fout is gemaakt. Er is geen rekening gehouden met relativistische effecten. Nou, wat dat nu precies is, is niet zoveel belang voor het oplossen van de vraag. Maar we krijgen een nieuwe verdeling. Een nieuwe snelheidsverdeling. En ze hebben niet gekozen om de snelheid uit te zetten op de x-as. Maar ze zetten uit de energie dat het elektron meekrijgt tijdens de vervalreactie. De energie staat uitgezet tegen hoe vaak het voorkomt op de y-as. En we krijgen nog een tweede gegeven. En dat is namelijk dat die energie die vrijkomt, die 1,72 mega-elektronvolt, dat dat gaat zitten in niet één deeltje, maar in twee deeltjes. Dat gaat zitten in een beta-min deeltje en dat gaat zitten in een antineutrino. En in het ene geval zal het beta-min deeltje wat meer krijgen, dan krijgt het antineutrino wat minder, in het andere deel is het andersom. Maar samen krijgen ze altijd precies 1,72 mega-elektronvolt aan energie mee. Nou, met deze informatie moeten we gaan achterhalen welk van de vier grafiekjes die dadelijk komen, waarbij de verdeling van de antineutrino's is weergegeven, welke van die vier grafiekjes hoort bij de verdeling van deze elektronen, van deze beta-min deeltjes. En we gaan hierbij gebruik maken van het maximum. Je kunt hier een maximum aflezen en het maximum ligt ergens zo rond de 0,65 à 0,70 mega-elektronvolt. Dat is het niveau, de energie die het meest voorkomt bij de elektronen. Als er hier de meeste elektronen van gemaakt zijn, en als bij elke reactie zowel een elektron en een antineutrino gemaakt moeten worden, dan moet er ook een piek zijn in de verdeling van de antineutrino's. En we kunnen zelfs schatten of voorspellen bij welke energieniveau dat die piek zou moeten liggen. Want als het beta-min deeltje bij de piek 0,70 mega-elektronvolt ongeveer meekrijgt, dan houden we nog ongeveer 1,0 mega-elektronvolt over dat meegegeven kan worden aan het antineutrino. Dus als er een piek ligt bij de beta-min deeltjes bij 0,7 mega-elektronvolt, dan moeten we dadelijk op zoek gaan naar een grafiek waarbij de antineutrino's een piek ligt rond de 1 mega-elektronvolt. Nou, dat gaan we doen. Dit is onze verdeling van de beta-min deeltjes, de elektronen. Hier ligt die piek rond de 0,70. En we gaan eens kijken, we krijgen vier opties. We gaan eens kijken of dat een beetje wil kloppen. Optie A. Dan zien we dat er wel een piek is bij de antineutrino's, maar die piek ligt helemaal op het einde, ergens rond de 1,7 mega-elektronvolt. Nou, dat kan nooit goed zijn, want 1,7 mega-elektronvolt plus 0,7 is natuurlijk meer dan die 1,72 mega-elektronvolt die het samen mag zijn. Dus A valt af. Bij B ligt er ook een piek, maar die ligt juist bij 0 mega-elektronvolt, dus dat kan ook niet kloppen. Bij C ligt de piek ergens rond de 0,7 mega-elektronvolt. Wat ons dan geeft, 0,7 plus 0,7, is samen 1,4 mega-elektronvolt. Maar dat is te weinig. Bij D daarentegen, daar ligt mooi de piek ergens dicht in de buurt van de 1 mega-elektronvolt. 1 mega-elektronvolt. Hier is het ongeveer 0,7 mega-elektronvolt. Samen ongeveer 1,7 mega-elektronvolt. En dat moet het ook zijn. Dus de goede optie is optie D.